Hoi mensen, zoals jullie al weten ben ik al sinds een enige tijd bezig mee te helpen met het nieuwe merk Nitro. Splinternieuw, op de markt gebracht door jullie welkennende Pascal Vermeulen, die daar directeur Europa van is mogen worden. En het is eigenlijk een beetje afkomstig van het merk Sonic, een heel bekend carpermerk in Engeland. Welke gevraagd hebben aan Pascal, bouw in Europa, eigenlijk heel de wereld, is een nieuw witvismerk op met dingen die betaalbaar zijn en toch qua kwaliteit echt perfect is. Dus daar help ik zo een beetje mee en ik kwam op het idee, aangezien we veel vraag krijgen van wat is het merk, hoe zijn de hengels, wat kan ik ermee doen, voor wat is het bestemd, hoe zijn de molens. Dus kwam ik op het idee van aan Pascal te vragen of ik wat sampletjes kreeg, dat hij die even vrij kon maken voor mij om eens een dag aan de waterkant aan jullie te kunnen tonen en te laten mee gooien wat die hengeltjes doen. En zo kun je eigenlijk zelf beslissen wat voor iets, of het iets is voor jou en welk hengel iets is voor jou. En ja, het is niet de bedoeling om dingen gaan te verkopen aan de waterkant, gewoon leuk, gezellig een keer komen kijken wat zijn de hengeltjes, hoe gooien ze, hoe zijn de molens, hoe draaien ze binnen. Dus wat heb ik hier, hij heeft me een heel pakket meegegeven. Ik denk dat er bijna alles in zit van de hengels, van de MDR-reeks, de Solus, de Impax, de Horizon, de Starix. Ik denk dat ze er allemaal in zitten. Ik heb een aantal molletjes lijn opgespoeld. Ik heb er natuurlijk geen 30 bij om alle hengels te voorzien, maar we gaan gewoon aan de waterkant zitten. Kom je eraan, wil je met die hengel gooien, zet ik de molen erop, we hangen er een korf aan en we rammen hem erin. En zo kun je even kijken of het iets is voor jou en of dat iets qua budget eigenlijk persoonlijk je eigen ding is. Wanneer gaan we dat nu doen? Ik ben van plan dat te doen nu vrijdag 19 mei is dat denk ik, ja. In Capellen op den Bosch, aan de meesten kennen het wel, een plekje aan de vroegere molens zoals ze zeggen. Ja, dat is een stek, daar kunnen we met de auto goed parkeren, dat is niet zo druk aan achter je qua verkeer. Ik heb het adres van het containerpark daar, is Vaartdijk, als ik het me goed voor heb, 3 in Capellen op den Bosch, 1880 denk ik. Ik zal het nog even bij in een linkje zetten in het berichtje. Daar gaan we naartoe van een uur of twee, vrijdag namiddag ga ik daar zitten. En tot een uur of 7, 8 hangt er een beetje vanaf wat de mensen willen of dat er nog laatkomers zijn. Vrijdag is in België een brugdag. Dus de meesten zijn thuis. Voor degenen die moeten werken of afspraken hebben, daarom blijf ik ook in de avond ook even wat zitten, dat ook ze na hun werk of na hun afspraak ook langs kunnen komen. Ik zou zeggen, kom alvast een kijkje nemen, ze geven goed weer en ik zie jullie aan de waterkant. Nu vrijdag 19 mei.